In gesprek met Lou. Ja. Lou Niestad. Hi. In de Ronde Venen. In de Ronde Venen, wie had dat gedacht? Nou, we zijn buren. We zijn gewoon buren, thuiswedstrijd dit. Want jij woont aan de Vinkeveense Plassen. Ik woon aan de Vinkeveense Plassen in een... Wij wonen front row in een woonboot. Oh, niet zo'n kast van een huis op de Zuwen. Nee, niet zo'n kast van een huis in de Zuwen. Dat is niet helemaal mijn stijl. Maar we liggen er wel voor met ons bootje. En dat vind ik heel geestig. Dat je cool. Denkt, dan heb je al die first class huizen en wij liggen daar front row met ons bootje voor. Dat... En daar, heb je daar geen last van? Soms, van die vliegtuigen? Soms. Maar relatief weinig, moet ik zeggen. En ook een beetje afhankelijk van hoe de wind staat, of we er veel last van hebben. Ja. Maar niet storend in ieder geval. Nee. Jij bent van de, en dan moet ik het goed zeggen, want dat is een Engelse term, de Wild and Free Society. Nou, goed. Ja, ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Je hebt je huiswerk gedaan, ja. Wat maakt jou zo wild en vrij? Het is een verlangen om wild en vrij te zijn, denk ik vooral. Het is vooral een soort van note to self. Ik dacht, dit is, ik wil leven op mijn blote voet. Het is een wild and free zijn is een mindset. Weet je, het is niet per se iets wat je, kijk, we hebben er vaak een heel wild idee van. Of dat je, ik denk dat veel mensen hebben daar een heel wild idee van. Maar het is vooral vrij zijn, gewoon vrijheid. En je vrijheid voelen en je vrijheid leven en je vrijheid nemen. Want dat is nog niet zo makkelijk. Dan denk ik meteen aan financiële vrijheid. Dat zou het eerste zijn wat bij mij opkomt. Dat ik denk, ik wil niet meer voor een baas werken. Nee. Heb jij ooit voor een baas gewerkt? Ik heb een blauwe maandag voor een baas gewerkt in Soccer World. Dat is een voetbalcafé bij de Arena. En een vrienden van mij die voetbalden bij Ajax, zij waren een Soccer World begonnen. Voetbalcafé. En hun vriendinnen, of hun vrouwen, waren mijn vriendinnen. En wij stonden met de thuiswedstrijden achter de bar. Oh. Dus zij waren officieel mijn baas. Maar niet echt werk. Ja, was zeker wel werk. Ja, aanpoten. Zeker. Aanpoten. Ja, absoluut joh. Al die gasten aan de bar. Ja, dat vond ik heel leuk. En als ik daar niet had gewerkt, dan was ik niet nu, vandaag as we speak, 17 jaar getrouwd met Pascal. Want die ben je dat die heb ik daar ontmoet, ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en jij bent in een eerder leven fotomodel geweest. Ja. Ja, hoe oud was je toen je gescout werd? Ik werd niet gescout. Sommige dingen moet je gewoon zelf in werking zetten. Ja. Ik wilde eigenlijk al vanaf mijn 9e, denk ik, model worden. Toen zat ik altijd in van die bladen te kijken. Weet je, dat je dacht, oh, dat wil ik ook. Ja, cool. En ik was relatief oud voor die tijd in ieder geval toen ik begon. Ik was 20. En ik ben begonnen als een stylist. Ik had een modevakschool gedaan en daar deed ik styling voor fotografie. En doordat een model niet kwam, omdat het paspoort verlopen was, ze kon niet komen, toen heb ik haar job overgenomen. Ja. En toen is dat toch een beetje begonnen met dat modellen. En het was natuurlijk fantastisch manier om naar het buitenland te gaan. Dus ik ben eigenlijk in Londen echt begonnen. En dus het was in wezen gewoon een droom waarmaken, omdat ik hem wilde. En dat geeft me ook gelijk heel veel informatie gegeven over dat dromen waarmaken niet per se... de droom is. Dat je denkt, nou, ik heb oké, dat niet waargemaakt. Want? Omdat je hebt soms een idee van hoe iets is. Wat je streeft ergens naar, of je leeft ergens voor, of je droomt ergens van. En dan is het er. En dan denk je, is dit alles? Ja. Dus het was, dat vond ik interessant. Ik heb er wel eens vaak over na te denken. Soms ben je droom aan het najagen, die misschien uiteindelijk helemaal niet... Nee, dan heb je hem waargemaakt en dan. Maar toch, dan heeft een wijs oude meneer uit India ooit eens gezegd. Ja. Omdat je het gedaan hebt, kun je dit nu zeggen. Zeker, absoluut. Want absoluut. Daarvoor ook... had je het misschien niet kunnen zeggen, want dan had je altijd nog dat verlangen gehad. Absoluut, ja. Dus het is ook helemaal geen... afrader. Nee. Nee, ik denk dat je überhaupt als je een droom hebt en je kunt hem waarmaken, moet je hem waarmaken. Maar ik denk dat je wel moet blijven kijken, oké, dit is nu heb ik de droom waargemaakt. Komt hij overeen met het idee wat ik ervan had. En het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me ook heel veel gekost in de zin van, weet je, je moet zo stevig in je schoenen staan. En het was nu helemaal, denk ik, dat je nu nog veel steviger in je schoenen moet staan dan dat ik destijds moest. En je bent gered, heb ik begrepen, doordat je zwanger werd. Ja. Want toen begon je in te zien, maar wacht eens even, al die ijdelheid, al dat denken dat het om mij draait... Ja, want je wordt toch op een gegeven moment, als iedereen maar zegt hoe beeldig je bent en als je op het ene billboard hangt en op het andere billboard hangt. En dat is niet gek dat je daarin gaat geloven. Dat je denkt, nou, ik ben best interessant. En dat is toen mijn oudste dochter werd, die is me letterlijk in de schoot geworpen, want ik werd heel onverwacht zwanger van haar. En
dat duurde, ik was onderweg naar New York, ik zou een paar maanden naar New York gaan en ik dacht, zwanger? Je wist wel van wie, hè? Ja, ik was gewoon met haar vader samen, maar dat was helemaal niet, daar hadden we ook... Geen rekening? Nee. Dus, niet aan boord bevallen van het vliegtuig? Nee. Gelukkig niet. We hoorden wel pas een heel cool verhaal over iemand die wel is bevallen in het vliegtuig. En natuurlijk net een arts aan boord. Het was een prematuur geboren baby. En ik hou daar onwijs van dit soort verhalen. Die heeft gewoon met alles wat er aan boord was... aan kotbakjes, aan rietjes, dingen, allerlei dingen gemaakt om die baby, die is geboren, om daar een soort couveuse van te maken. Nou, bijzonder. Ik hou daar enorm van. Ja. Ik denk, gewoon doe met wat je hebt. Dat is precies waar ik van hou. Nee, want dat hoeft er gelukkig niet. Maar ik moest natuurlijk wel even bijsturen. En met name de reactie van haar vader. Ja, hij vond het helemaal fantastisch. En ik dacht in eerste instantie, hè, wat? En hoe oud was je toen? 25. Oké. Dus ja, voor die tijd relatief jong. Toen werd iedereen zo na zijn 30ste zo'n beetje eerste kind. En zat je modelcarrière er toen meteen op? Of? Weet je, in mijn tijd, toen ik begon met modellen, toen gingen we er allemaal nog vanuit dat je tot max je 26ste, 27ste kon werken. Ja. Dus ik was er sowieso niet vanuit gegaan dat mijn modellencarrière heel lang zou duren. Maar ik heb vriendinnen die nu nog steeds model zijn. En die komen ook uit die tijd. Dus ondertussen is dat natuurlijk enorm veranderd. Dus ik ging er ook niet vanuit dat ik heel erg lang zou blijven modellen. Maar ik ben ook nog echt een tijd blijven modellen nadat mijn kinderen geboren zijn. Want zij was alleen maar de firestarter van de eerste. Daarna volgden er al snel nog twee. Maar het veranderde natuurlijk van. Ik ging ook ouders van nu doen en kinderen. En dat kon ik. En dat was heel lekker. Want dan kon ik de kinderen gewoon meenemen. Dan kon ik gewoon zwanger op de foto. Weet je? Dus dat was het karakter van de fotografie veranderde. En wat veranderde aan jouw karakter? Aan mijn karakter, het hele navelstaren was voorbij. Oh man, ik heb echt, doordat ik zwanger was van Keesje. En met name toen ze geboren was, dat ik dacht. Oh. En echt, nee, maar zij heeft me gered, want daar vroeg je naar. Zij heeft me gered toen ik zwanger werd van haar. Omdat ik door dat hele modellen, niet zozeer door het modellen zelf, maar door mijn, gewoon toch niet helemaal lekker mee kunnen erin, had ik een flinke eetstoornis opgelopen. En doordat ik zwanger was van haar, toen dacht ik, ja, nu moet ik voor mezelf zorgen. Nu moet ik, nu moet ik gewoon 's morgens, 's middags, 's avonds gaan eten, weet je. Want ik kon echt mezelf uithongeren omdat ik naar een of andere shoot moest. En je zag er heel veel, dat zag je zo op de airport van Miami bijvoorbeeld, als we daar geweest waren. Voor alle zomershoots. Die zaten allemaal een soort van vreedbuien op de airport. Omdat je jezelf zit uit te hongeren voor zo'n shoot. Wordt dat gevraagd ook van je in die wereld? Nee. Nee? Nee. Nee, dit is echt, het is voor mij... Maar dat weet je natuurlijk ook allemaal pas als je ouder wordt. En voor mij had het heel erg te maken met gewoon niet heel goed alleen kunnen zijn. Of niet heel goed. Maar ik heb het namelijk eerder gehad. Ik ben op mijn 16e au pair gegaan naar Amerika. In de Coos Bay, Oregon. Dat was een enorm klein middle of the nowhere dorpje. En ik was 16. En bij ons kon je toen gewoon uit en een drankje drinken en met vrienden zijn. En daar zat ik ineens heel geïsoleerd. Zorgde ik voor twee kinderen die om de week bij hun vader waren en ik niks te doen had. En daar kon ik me ook... En ik opeens 100 tv-kanalen had. En zulke zakken chips. En ze aten pancakes voor ontbijt. En ja, lekker. Daar was ik... Daar kon ik mezelf ook totaal niet... Het was echt een leegte vullen van het niet goed alleen kunnen zijn. En dat had ik met modellen ook, omdat ik heel veel in het buitenland was en heel veel... Eenzaamheid? Ja, het is gewoon eenzaamheid. Ja. En niet goed in je eentje erop uit kunnen gaan. Weet je, altijd de veiligheid van je hotelkamer houden, de veiligheid van je modellenappartement houden. Omdat ik dan toch dat heel lastig vond. En... Had het ook een naam, die eetstoornis? Had je bulimia of anorexia of... combinatie? Nee, ik denk eerder een soort combinatie. Ja, ik kon echt mezelf gewoon dagen op een soort uithongerdieet zetten als ik wist dat ik in een shoot moest. En als dat dan weer even voorbij was, ja, dan had ik mezelf zo hongerig gemaakt. En eigenlijk ben je natuurlijk gewoon heel hongerig naar hele andere dingen. Ja? Ja. Liefde? Aandacht? Ja, liefde denk ik, maar vooral ook een vorm van zingeving denk ik. Oh ja. Een vorm van echte voeding. Je had een leeg bestaan.
ik denk dat ik het, dat ik, ja, ook al, maar dat is natuurlijk allemaal pas achter dat je dat op dat moment zelf niet zo heel goed, op dat moment ben je gewoon heel gefrustreerd en je vindt jezelf afschuwelijk en je hebt echt een soort oorlog met jezelf, omdat je dingen doet die je niet wil doen en die schadelijk zijn voor je carrière als model. Want, en ik denk ook, dat realiseer ik ook pas later, ik denk van als je, dan heb je altijd een excuus dat je het net niet haalt. Weet je, als je zo net onder de subtop blijft, dan kan je zeggen, ja, nee, maar ik was eigenlijk een beetje te dik. Oh. Snap je? Dus het is ook gewoon een vorm van het ondermijnen van jezelf, van wat je kan. En er echt voor gaan. Want dat vond ik dan ook eigenlijk een beetje oppervlakkig. Ja. Dat je denkt, ja, het is gewoon maar een beetje modellenwerk. Dat je toch niet helemaal dat ook... Terwijl het een droom was, gek genoeg. Maar je had meer in je mars. Ja, of dat je vindt dat je meer in je mars moet hebben. Hmm. Dat je denkt, ja, lekker oppervlakkig. Ja. Hoe lang daarna kwam je tweede Die kwam kind? Heel snel. Ja? Ook een meisje? Ook een meisje. Je hebt drie meiden, hè? Drie meiden. Ja. Ja, dus die tweede, die toen Keesje geboren werd, toen dacht ik, Maar wat dacht je precies? Dit is de bedoeling van mijn leven? Ja, serieus. Ik voor geboren. Ja. Om voor iemand te zorgen. Ik denk het, ja. Of dat je, ik was gewoon echt. Ik denk echt toen zij het levenslicht zag dat ik het licht heb gezien. Dat ik dacht, Jezus man, het gaat over zulke andere dingen dan dat ik dacht dat het overging. En ik denk, ik heb doordat ik zwanger was van haar, gewoon echt voor mezelf leren zorgen. Ja. En doordat ik voor haar moest zorgen, kon ik ook beter voor mezelf. Dus het was echt, dus ik voedde haar, maar zij voedde mij net zo goed. En ik moet heel vaak denken aan een nummer van Acta de Munich. Ik kan niet alles, maar dit wat ik nu doe, kan ik erg goed. Dit kan ik. Ja? Dit is wat ik in mijn vingers. Dit is wat ik het allerleukst vind om te doen. Je bent gewoon een hele goede moeder. Ik ben gewoon echt in de wieg gelegd om een moeder te zijn. Ja. En wat moet je daarvoor in huis hebben? Geduld, neem ik aan. Ja, maar dat heb ik echt niet altijd hoor. Het is, en ik bedoel, een goede moeder is niet, het is niet hetzelfde als perfecte moeder. Hè? Want die bestaat per definitie niet. Dus maak je geen illusies. Je leert natuurlijk ook gewoon het moederschap met vallen en opstaan. En je kunt het ook pas leren op het moment dat je moeder wordt. Dus je moet het gaandeweg ontdekken. Maar ik vond het zo interessant. Ik vond het hele opvoeden interessant. Ik ben daardoor de PABO gaan doen, dat ik opvoed en onderwijs ligt dicht bij elkaar. Daar ik ook echt, dat hou ik ook echt. Ik hou van onderwijs maken, ik hou van nadenken over de psychologie van kinderen. Over, ja, ik vond het echt fantastisch. Dus toen Keesje er was, toen was al heel snel achteraan kwam Jimmy, nummer 2. En die, dus daar zit denk ik 14 maanden tussen of zo. Ik dacht, kom nou maar door met die kinderen. Ja, laat het nu maar komen. Ja, ja, gezellig. Ja, ja. En als ik goed begrijp, heb ik jouw oudste dochter ook op YouTube gezien. Want die is zelf ook vrij jong zwanger geworden. Dat is mijn jongste dochter. Ja, ja. Oh, dat is je jongste dochter. Dat is mijn jongste dochter, ja. Want er kwam er dus nog één daarachteraan. En die? Die, en dat heeft de relatie van de vader van de kinderen en met mij niet overleefd. Deze invasie van kinderen. Nee. En ik vond het helemaal fantastisch, jongen. Dacht ik, oh wauw. Nog één. Ja, ja, nou, dus zij was natuurlijk ook niet meer in de planning, want onze relatie was al niet meer helemaal fantastisch. Want voor mij was het echt fantastisch en hij vond het ook fantastisch, maar hij was echt, ze wilde haren nog niet kwijt. En ik dacht, ik wil jou niet kortwieken, weet je, als jij, ik wilde ook helemaal, ja, en ik was natuurlijk enorm veranderd. Daarvoor waren we altijd, man, ligt kapitalen van ons in de stad aan uitgaan, uit eten gaan. Ja, we hadden allemaal vrienden die modellen waren, die voetballen waren, als zij... Een wild leven. Nee, nee, niet zozeer wild. Nee, eigenlijk viel dat enorm mee, moet ik zeggen. Ja, nou, voor mij klinkt dit als een wild leven. Ja, dat is hetzelfde idee wat je waarschijnlijk hebt met Wilder Free. Ja. Nou ja, we dronken eens een drankje, maar we gingen... Nee, dat viel enorm mee. Maar we gingen altijd uit eten en we gingen altijd daarna dansen. En dan zeiden we 's morgens, tot vanavond. Dus niet wild in de zin van seks, drugs en rock'n'roll, maar wel van veel plezier maken en... En altijd samen eruit. Als de jongens in de winterstop naar Nederland kwamen, dan boekten wij ons allemaal uit. Ja. Maar we werken niet in de winter. Dat was het feest. Als nu een vrouw zit te kijken, die een beetje zo ook in dezelfde situatie zit als die jij net omschrijft. Relatie is uit. Maar ik zit daar met een nieuw kind. De vader is weg. Ja. Heb jij daar nog adviezen voor? Ik moet zeggen, het was mijn keuze om... Je hebt zelf de knoop doorgehad. Zelf de knoop dat is ook wat. Terwijl je zwanger was van je ex. Ja.
En het was eerlijk gezegd niet de bedoeling dat wij echt uit elkaar gingen. We hadden een soort van... Deal. Nou, we dachten, weet je, laten we... Ik wilde hem ook gewoon zijn ruimte geven. Ik dacht, als ik... Ik vond het ook fijner uiteindelijk om het alleen te doen. Want dat leverde gewoon minder stress op. Ik dacht, ik doe gewoon... En als Kees al kijkt, sorry schat. Ik dacht, ik doe gewoon de grootste puber de deur uit. De grootste puber? De grootste puber gaat uit huis. Ja, dat hoor je vaker, hè? Dat mannen in huis de minst volwassen zijn. Ja, maar hij had die knoop denk ik ook niet doorgehakt. Want het was voor hem ook een moeilijke keuze om te maken. Maar ik dacht, ik wist gewoon op dat moment, wij gaan niet samen oud worden. En dan doe ik het liever alleen. Als ik het toch voor mijn gevoel alleen moet doen en ik heb er alleen nog maar iemand bij, dan doe ik het liever zelf. Dus je had het idee dat je voor 4 kinderen moest zorgen? Ja. En ook dat ik dacht, ik wil jou niet beperken in jouw vrijheid. Weet je, dus ik was echt veranderd, want ik hoefde niet meer uit. En ik dacht, zoeken naar het bos, zoeken naar het strand, zoeken met de kinderen, dit gaan doen. En ik was niet meer de vrouw waar hij verliefd op geworden was. En hij was niet meer de man waar ik nou zo verliefd op geworden was. Dus door... Daar komt er weer heen. Door de goede reis. Ja, fijne vakantie. Een fijne vakantie. Door elkaar weer vrij te laten... Het is een soort vrijheid in verbondenheid, want wij zijn toch aan elkaar verbonden. We hebben 3 kinderen samen. Dus jullie gaan goed om met elkaar nog? We gaan goed om met elkaar, ja. Zeker. Even terug naar wat je doet. Ja, maar om jouw vraag te beantwoorden. Ja. Wat zou iemand voor advies geven? Kijk, ik heb de keuze zelf gemaakt. Ik was degene die het geld verdiende. Ik was degene die in het huis kon blijven wonen. En dan is het al een hele lastige keuze om te maken. De puber de deur uit. Ja, ik zeg, ga jij op kamers? Ja. Nou, ik vind het wel een hele stoere beslissing, want... Je staat er toch op papier alleen voor dan. Ja, maar je bent, en dat is misschien het advies wat ik zou willen geven. We noemen ons alleenstaande moeders, maar je bent niet alleen. Want? Omdat het gaat om hulp aannemen. Weet je, er is ook heel veel, ik heb zoveel ook gekregen door het feit dat ik het alleen ben gaan doen. Omdat ik kreeg van vrienden die hadden, want ik dacht, ja, alles wat ik nu ga doen, na het modellen ga doen... Dat moet ik fulltime gaan doen. Ik kon natuurlijk tot die tijd heel relatief makkelijk mijn geld verdienen. En ik dacht, ja, alles wat ik daarna ga doen, dat moet ik fulltime gaan doen om de toko te draaien. Want ik was degene die het geld verdiende. En met hem had ik afgesproken, als ik moet werken, dan kwam hij voor de kinderen zorgen. En ik had liever dat dan weet je, dat het op die manier opgelost werd. Wat ik leuk vind aan jou, wat je toen bent gaan doen, ik noem het maar even minimaliseren. Ja. Daar hou ik ook van. Ik ben nu ook sinds een paar jaar niet meer zo actief. En ook, ik verdien gewoon niet meer zo goed als een paar jaar geleden. Hoe leuk is het om een printje te maken van je rekening van het afgelopen jaar. En gewoon eens alles weg te gaan strepen wat je eigenlijk niet nodig hebt. Ja, en het is zoveel. Vind je niet? Gekke verzekeringen, rare abonnementen. Ja, wat heb jij allemaal de deur uit gedaan? Ik heb, toen ik erover nadacht, dat ik dacht, oké, ik wil nu, omdat kinderen, ik was alleen met de kinderen, ik dacht, er gebeurt nu zoveel voor hen. Ik vond op dat moment tijd belangrijker dan geld. Omdat ik dacht, ja, tijd kan ik nooit meer terugverdienen. Geld kan ik altijd op een bepaalde manier wel weer terugverdienen. En ik wilde, voor hen was er veel anders. Ik wilde gewoon vooral voor hen zijn. Dus ik dacht, ik doe alles wat ik niet heb, daar hoef ik ook niet voor te werken. Dus de dure dingen, die gaan de deur uit. Waaronder bijvoorbeeld mijn auto. En dan zegt mijn zus, ja maar schat, dat is zo onhandig met 3 kinderen. En denk ik, ja maar ik heb de trein voor de deur en de bus en de tram. Ik had wel een bakfiets gekocht, dan kon ik alles ingooien. Waar woonde je toen? In Diemen. Oh ja. Dat is een van de redenen dat mijn ex zich nogal gekortwiekt voelde. Ja. Want die dacht, oh my goodness, Diemen, for crying out loud. Ja, dat was natuurlijk wel de bottleneck echt voor hem. En maar ik dacht, ja man, wel lekker, een eensgezinswoning, een carport. Weet je, ik dacht, ah man, 3 slaapkamers, een tuin, school om de hoek, voor minder dan wat we in Amsterdam betalen, I'm in. Ja. Dus, maar je status werd wel minder daardoor, heb je daar nooit over ingezeten? Nee. Voelde het niet als een soort van afgang? Nee, totaal niet. Nee, want dat vind ik het leuke aan. Dus ik dacht, en mijn zus die zei dus, ja, maar dat is wel heel lastig zonder auto. En die heeft gelijk met haar man geregeld dat ik een leaseauto kon rijden van zijn zaak. Want zij zei van, ja, met 3 kinderen, kom op. Oh, lief. Zo lief. Weet je, op een gegeven moment als je keuzes gaat maken, ik dacht echt, nou, alles wat ik heb, waar ik voor moet werken, dat kost geld. Alles wat me geen geld kost, hoef ik niet voor te werken. En dat heeft voor mij enorme creativiteit geopend. Wat heb je nog meer de deur uit gedaan? Heel veel spullen. Gewoon heel veel spullen. En ook vooral helemaal niks meer erin gedaan. Want het ging heel makkelijk eruit aan kleding of aan... Boodschappen? Toch nog steeds, hè, boodschappen. Ik ben heel veel zelf gaan maken. Ik ben heel veel zelf gaan maken met de kinderen. Bakken. Ik ging me echt verdiepen in weet je, ik gooide water wat uit het bad kwam, dat gooide ik in de wasmachine.
Dat je gewoon ja, echt wat een goed idee. Om over na te... Ja, die stonden naast elkaar. Dacht ik al net zo goed. Wat, als die kinderen in bad hebben gezeten met z'n drieën, dan doe ik gewoon emmers in de wasmachine en dan was ik daar de was mee. Wat? En ik vond dat zo cool. Dat ik dacht, wauw, ik heb hier gewoon nog nooit ja. eerder over nagedacht. Hoeven denken. Hier wil ik meer tips van zo meteen. Ja, ja, ja. En Lou, hoe deed je dat bijvoorbeeld met kleding? Dat is toch een grote kostenpost als je drie ja. kinderen hebt. Maar ik had wel, omdat ik veel vrienden had die voetbalden en die allemaal naar het buitenland gingen. En hun vrouwen, dus ook relatief op jonge leeftijd kinderen hebben gehad. En die waren net iets ouder dan die van mij. En die hebben allemaal, die hadden allemaal goede spullen. Die zijn allemaal, die kwamen elke als we elkaar zagen, kwamen zij met spullen aanzetten. Dus het is echt een, weet je, vrienden die helpen. Iedereen vindt het fijn dat het weer goed terecht komt. En het maar jij wil ook geholpen worden. Nou, dat was... Nee, maar nee? geholpen worden, dat is een lesje hoor. Ja, nou ja, lesje nederigheid, ja. denk ik. Hoe was dat? Is het nederigheid? Nee. In ieder geval je ego opzij schuiven, toch? Ja, dat had ik daar toen trouwens gek genoeg helemaal geen last van. Nee? Nee. Dat heb ik later wel, toen ik iemand nodig had om naar het ziekenhuis heen en weer te rijden. Dat ik dacht, oh, als je dan zo afhankelijk bent, dat je dingen, als je dingen niet meer zelf kunt. Kijk, dit was een bewuste keuze. Oké, okay, ja, je werd er niet toe gedwongen. Nee, ik werd er niet toe gedwongen. Het was meer een, het was echt een keuze om te maken. En het is misschien uit nood geboren, omdat ik dacht, ja, ik wil gewoon meer rek in mijn geld. Mm-hmm. En ook omdat ik dacht, ja, waar gaat dat over, wat ik allemaal aan het doen ben? Weet je, dat is allemaal... Heidelheid. Ja, of nee, gemakzucht. Bestel maar, koop maar, doe maar. Ja, we hebben toch het geld, dus we kunnen net zo goed... doen we toch drie van die jasjes. Was het niet weer het opvullen van leegte, wat je eerst met eten geprobeerd had? Nee, dit was echt gewoon nog een vorm van nou, echt gemakzucht, denk ik. En van niet weten dat die andere manier me zoveel meer vervulling geeft ja. dan wat dit gedaan had. Ja. Hi! dus nee, dat was niet een... Hi, Boefie. Je hebt er ook een paar rondlopen thuis, hè? Twee kleintjes. Ja. Ja? Ja, ja. Altijd honden gehad? Nee, dit zijn overblijfselen van de kinderen die dan een hondje... Oh ja, ja. Je begrijpt, ja. ja. Maar waar verdien je in die tijd je geld mee dan? Als model nog steeds. Oké. Okay. Ja, nog steeds. Maar alleen het karakter van het modellen werd anders. Dus ik had bijvoorbeeld een Duitse klant waar ik veel voor werkte. Nou, dat was, dan hoefde ik in principe maar één keer in de maand naar Duitsland. En dan kon ik gewoon mijn gezin voeden. Wanneer hield dat op? Dat hield op... En waarom ben ik dan ook benieuwd? Nou, de klant die ik had, die ging failliet. Oh. Ik weet niet of dat met mij te maken had, maar... dus die hield op. En voor mij hield het op een gegeven moment op, omdat het karakter van... Kijk, daarvoor, en dat was eigenlijk voor de kinderen, ook nog wel tijdens de kinderen, maar dat deed ik de Elle, de Marie Claire, de Elegance, weet je. Je deed gewoon goede editorials, je deed goede bladen waar iedereen echt heel gelukkig werd van zo'n shoot maken. Ja. De fotograaf stond nog helemaal lyrisch achter zijn camera, de stylist kon zich helemaal uitleven, haar make-up was helemaal van, oh ja, we zijn echt iets moois aan het maken. Het was echt onderdeel van een heel te gekke productie. En daarna werd het, met alle respect, ja, libellen in een bloemetjesjurk. Daar werd niemand heel blij van. Jij ook niet? Nee. Ja, speelt dat echt mee als model waar je het voor doet? Voor welk merk? Nee, niet zozeer voor welk merk. Maar als je een productie doet die of heel kunstzinnig is, of dat er echt liefde in gestopt is. Ja, er zit liefde in. Dus je hebt echt het gevoel dat je met elkaar een soort art aan het maken bent. Ja. En dat heb je gewoon niet als het... Het werd natuurlijk allemaal steeds slechter betaald. Dus dacht ik, ja, ik ga niet voor een halve dag libellen naar Zeeland rijden. En dan daar moet ik dan voor mijn kinderen iets anders voor regelen. Dus dat, op een gegeven moment vond ik dat ook niet zo leuk meer. Dus ik ben zelf toen gaan omscholen. Omdat ik dacht, ja, alles wat ik ga doen na het modellen, dat moet ik fulltime gaan doen waarschijnlijk. Toen dacht ik, nou dan ga ik kijken of ik in het onderwijs kan. Omdat ik het opvoeden zo leuk vond. Opvoeding en onderwijs lag dicht bij elkaar. Denk, dan heb ik... In ieder geval dezelfde schooltijden als de kinderen, heb ik dezelfde vakanties als de kinderen. Dus ben je lerares geworden? Zeker. Oké. Okay. Ik wil voorstellen dat we even verder lopen. Vind je dat goed? Dat vind ik heel goed. Want ik zit hier weg te fikken. Ja, echt hè? En ik word hier leeggeprikt. Word je leeggeprikt? Echt ja. waar? Ja, ik ben een zoete kou. Is dat lekker, geen take daar? Zie jij een take? Ja, ik moet er goed opletten hè? Jij moet heel goed opletten. Moet met de rondjes ook steeds... Nu ik het toch film, kun je misschien zeggen, dit zijn afbeeldingen van dolfijnen? Dit zijn de kinderen. Alle drie? Alle drie.
En dit is ooit mijn allereerste verlovingstattoo met hun vader. Ah. Bij hem zit er inmiddels een hele tribal overheen. Okay. Dit is uiteindelijk vrijheid, weet je, toen ik het alleen ging doen. Waar zie jij een take bijvoorbeeld? Eventjes. Nou, aan de je wordt je panisch van. Nou ja, de zijkant daar. Kijk, maar dit is waar ik tegenwoordig mijn succes aan afmeet. Ja? Zijn aan het einde van de dag mijn voeten vies genoeg? Heb ik echt op blote voeten geleefd? Nou, ja? Dat kan je wel zien, ja. Oh, je wilt het einde van de dag wil je gewoon helemaal onder de modder en... Het liefste wel, ja. Dat je kan niet een leven op blote voeten hebben en dan de hele dag op je schoenen lopen, vind je niet? Dus dan loop ik wel zoveel mogelijk op mijn blote voeten, ja. Oké, laten we even verder lopen. Lou, kun je daar wat meer over vertellen? Leven op blote voeten, wat je daarmee bedoelt? Leven op blote voeten is ook een gevoel, is ook meer een gevoel. Het is en bij mij is het een verlangen. Vroeger, de beste vriend van mijn vader, die woonde op Curaçao. En daar was hij leraar. En hij liep altijd op zijn blote voeten. Het hele jaar door? Ja, dat kan, Curaçao kan dan. Dat is het grote voordeel van Curaçao. En hij was leerkracht. En hij liep altijd op zijn blote voeten. En hij kon ook als die leerlingen dan een toets zaten te maken. En dan ging hij op zijn voeten, op zijn blote voeten, liep hij over al die tafels om te kijken of alles goed ging. En hij was een hele inspirerende vriend van mijn vader. En als wij op Curaçao waren, dan liep ik altijd op mijn blote voeten. En dan vond ik het heel lekker. En op een gegeven moment kon ik over dat grind rennen. Weet je, dat je zo'n lekkere laag eelt onder je voeten creëert. Want we waren daar dan een paar weken. En waar wij nu wonen in Vinkeveen. Die stijgers. En het is zulk helder water natuurlijk in de Vinkeveense plassen. Met dit weer, die stijgers, dat water. Dit is klein Curaçao, zeg maar, voor mij. Dus blote voeten, dat verlangen, dat komt als stamt al vanaf dat ik een jaar of 6 ben. En, maar ja, dit, als ik dit dan toch zo zie... Hier kun je dan toch niet, als je hier met blote voeten loopt... Nee, dit is niet heel lekker. Dan zit je... Ik kan het wel even proberen. Maar om... Dat wordt een beetje chakka. Ik ben bij mijn kleinkinderen ook aan het leren. Mensen, het is gewoon lekker als je niet altijd schoenen aan hoeft. Auw. Ja, het valt er ook mee. Ja? Ja. Is het een kwestie van eelt ontwikkelen? Het is een kwestie van eelt ontwikkelen. Op je ziel. Maar het... Ja, daar zit het al. Dus dan doe je het gewoon ook naar je voeten. Oh ja. Maar het is nu niet heel relaxed lopen. Nee. Maar het is wel, het voelt echt anders. Ik ga vaak bij ons aan de overkant, het eiland aan de overkant, als we de honden uit gaan laten op mijn blote voeten. Ah, je bedoelt dat er is, vast iets mee ook. Ja, het geeft mij meteen een gevoel van vrijheid. Op blote voeten lopen geeft mij een gevoel van vrijheid. Dus het is ook dat. Maar ook niet bang om beschadigd te raken, dus dat je net oh, zei. Oh, nee. Nee. Toch? Niet bang om eens een bondje op te lopen of zo? Nee. Nee, grappig, dat heb ik helemaal niet. Nee, ik heb een keer een blauwe maandag, dacht ik ook, oh, ik moet ook nagels. Ja. Ik dacht, ik moet ook acrylnagels. Het zag er iemand zo mooi uit bij iedereen. Ik dacht, dat ga ik ook doen. Dat was geloof ik nou, 40 euro of zo. Hoe oud is het er een dingetje? Ik had het zelf. Steentje in de schoen. Steentje in de schoen. En dan vervolgens moet je dat na een week of 3 opvullen. Nou, ik werd helemaal gek van die nagels. Je had gewoon het was zo geen vrijheid. Je denkt, dan ben ik afhankelijk van iemand om dit weer op te vullen. Ja, ja. Nee, ik dacht, haal er af. Dacht ik, 40 euro per maand uitgeven aan mijn nagels. Nou echt, no way. Oké, okay, dus is... dat was gelijk weer over. Ja. Dus nee, het is een. Ik ben niet bang om butsen op te lopen. Nee. Nee. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen van. Waarom zou je zonder kleerscheuren bij de eindfinish aan moeten komen? Ik bedoel, uiteindelijk is het toch over het sprookje. Ja. Dus dan maar gewoon. Use it all up, denk ik altijd. En met kleding denk ik dat sowieso. Denk je. Dat moet je echt tot de draad opdragen, voor mijn gevoel. Nou ja, ook omdat ik daar natuurlijk altijd heel makkelijk in ben geweest. En nu word je natuurlijk gewoon steeds bewuster. En ik zag de documentaire The True Cost, The Real Cost, The True Cost volgens mij. Over de echte kosten van de kledingindustrie. Toen dacht ik, oh, dit kan gewoon echt niet. Weet je. Dus ik ben me veel meer bewust van dat wat ik aan heb, dat heeft iemand gemaakt. Dat heeft... Als je die documentaire ziet, dan weet je dat dat niet alleen maar door iemand gemaakt is, maar dat dat ook echt voor heel veel dingen heel schadelijk is voor het milieu. Mm-hmm. Ik denk, en als ik dat dan maar gewoon weer weg doe, dan moet ik denken, oh, er is iets anders in de mode. Dus we zien jou niet bij de Primark? Nee. Maar dan moet ik zeggen, de Primark, wat ik daar wel cool aan vind, is dat zij bijvoorbeeld, zij hebben geen muziek in de winkel, dus daar hoeven ze niet voor te betalen. Zij doen niet aan advertising, daar hoeven ze niet voor te betalen. Dus zij drukken, kunnen wel op die manier hun kosten drukken. Dus wat dat betreft denk ik dat Primark en H&M en Zara en zo allemaal een beetje dezelfde, dat je je daar allemaal geen illusies over hoeft te maken. Maar ik weet dat zij in ieder geval om die reden geen muziek hebben en geen advertising doen. Ze gaan niet veel geld betalen. Hé, jij weet waar we nu lopen, hè? Ik weet waar we nu lopen, ja.
Wij lopen op het spoor. De oude spoor. Hier liep vroeger een trein. Ja, vind je dat, dat vind ik wel de grote nadeel van hier wonen. Is gewoon geen openbaar vervoer. In Vinkeveen? Ja, een busje, maar dan houdt het al gauw op. Ja, hè? Bij ons bij de woonboot niet hoor. Nee. Oh, om even op die trein terug te komen. Ja. Is jou, hele slechte metafoor, maar is jouw leven ook wel eens een keer... Ontspoord? Ontspoord. Only all the time. Ja? Ja, natuurlijk. En hoe dan? Dat je gewoon toch weer van het pad afraakt. Welk dat pad? Je toch weer, nou, dat ik het bijvoorbeeld dat ik met sowieso dat doordat de kinderen kwamen, dat ik dacht, ah man, hier gaat het over. Mm. Dan vervolgens nog niet op het juiste spoor bent dat het gaat over spullen. Of als het gaat, weet je, dat je nog steeds zit in het bestel maar koop maar doe maar. Want het geld is er, dus je kan een kinderkamer dit en kinderkleding dat en al die dingen. Totdat je erachter komt. Want dat was het. Het gaf mij zo'n vrijheid om het zelf te doen. Ik dacht, wauw, ik had gewoon niet geweten. Omdat ik altijd maar deed, bestel maar, koop maar, doe maar. Op het moment dat ik dacht, ik wil gewoon zoveel mogelijk rekken in mijn geld. Ik wil het niet meer meteen uitgeven, want het komt ook niet meer met bakken binnen. En ik het zelf ging doen, dat ik dacht, jezus man, wat is dit ongelooflijk veel fijner om te doen. Het gaf me zo'n plezier. En het heeft mijn creativiteit echt geopend. Hm. Want ineens ging ik alles zelf maken. En ineens ging ik... als mijn dochter thuis komt van 4 en die is op de basisschool en die heeft het over een babyborn die een meisje in de klas heeft. En ze zegt, oh mam, die wil ik ook zo graag dat het juist gehad, dat snap ik. Maar die zijn 100 gulden, dat zei ik niet tegen haar, maar dat dacht ik wel. Zeg maar, dat meisje, die gaat tussen de middag, blijft zij op school eten. Uit school gaat zij naar een andere school. Ze wordt opgehaald als ze gaat eten. Zeg, en zij moet ook na het eten naar bed. Zeg, ik kan voor jou wel een babyborn kopen, maar dan ziet jouw leven er zo uit. En? Ze zei, dan wil ik hem niet. Nee, want zij wilde liever gewoon lekker... Ja, ze dacht, ik wil gewoon tussenmiddag thuis een boterham eten en ik wil uit school lekker spelen. Gewoon lekker stoeien. En ik zei, maar ik kan er wel eentje voor je maken. Toen dacht ik, oh. Wie zei dat nou niet een babyborn natuurlijk. En dat is gelukt? Ja, dat ja. Was zo cool. Dus die poppen die hebben ze nog steeds, weet je. Het is nog iets wat ze... En dat ik dacht, wauw, met een beetje wol en een stukje stof. Je maakt gewoon dingen. Dus mm-hmm. We zijn van alles gaan maken. Maar toch is het voor veel mensen, dan speel ik even advocaat van de duivel... De normaalste zaak van de wereld eigenlijk. Ja, want voor die, ik hoop het. Ja, die kunnen gewoon vanaf dag 1 niet zo gek veel uitgeven. En daarom is dat dus helemaal niet zo erg. Nee. Alleen, wat daar vaak fout gaat, en ik kom zo terug op het ontsporen. Wat daar vaak fout gaat, is dat het vanuit een gevoel van schaarste is. Dat je denkt, ik kan me dat niet veroorloven. Ik heb dat niet. Ik mag dat niet. Ik kan dat niet. En dan komt het vanuit een gevoel van schaarste denken. En van mij komt het vanuit, het gaf mij juist een enorm rijk gevoel om het niet langer nodig te hebben. Maar dat weet je pas als je het eerst wel hebt gehad en dat je niet vanuit, zeg maar, de onderkant komt. Ik heb iets moois gezien daar. Ha, een bankje. In de schaduw. Woe, rennen. Wie het eerste daar is. Ja. Dat weet ik alweer. Welke wil je? Kies jij maar. Deze. Dit is nog het meest beenjezon. Ontsporen. Je bent ziek geweest. Ik ben ziek geweest, ja, maar daar was ik niet door ontspoord. Maar het lijkt me wel dat je leven dan voelt alsof het even niet loopt zoals het de planning was. Ja, dat is absoluut waar. Wil je daar iets over vertellen? Ja, en dat is wel echt een dat was in 2015. En ik ging gewoon op controle omdat het in mijn familie zit. Dus ik word gewoon sowieso gecontroleerd. Wat zit er in je familie? Veel darmkanker, borstkanker. We zijn een heel kankergevoelige familie. En ik werd op mijn darmen gecontroleerd. En dat je denkt, nou, ik moet gewoon even een endoscopie. En dan ze hadden een polypje weggenomen. En ik dacht, nou, ik vond het niet meer lekker aan het werk. Ik had superleuke plannen voor 2015. Ik dacht, nou, ik heb zin in. En toen kwam het telefoontje dat dat niet goed was. Ik dacht, huh? Dat je in eerste instantie denkt. Maar ook niet, het was niet heel groot. Het was gewoon een polyp. Maar het was niet goed. De randen waren niet goed. Die waren niet schoon. Ze hadden dus niet alles weg kunnen halen. Dus daarop volgde 6 weken lang elke dag bestraling. En mijn beste vriendin die was op dat moment uitbehandeld. Dus dat was een soort hele gekke crossover. Dus dat was natuurlijk heel heftig. Maar het was tegelijkertijd... ik hou heel erg van, en dat is iets wat ik ook goed kan... is op zoek te gaan naar de shine in the shit. Weet je, welke shitshifters kan ik hiervan maken? Shitshifters? Welke shitshifter kan ik hier vinden? Is zoiets heftigs om te keren? Ja, absoluut. Ben benieuwd.
En dat is je kan er gewoon naar op zoek gaan zoals je op zoek gaat naar je sleutels of naar je telefoon als je hem kwijt bent. Je moet gewoon heel bewust zijn. Er ligt altijd iets. Er is altijd iets te vinden. En het is anders. Kijk, het is het. Dit is het. Dit staat voor de deur. Het echte leven staat voor de deur. En ik kan denken, nou, ik doe die deur dicht. Want ik wil niet. Maar ja, ik moet. Het is niet ik heb niet een keus. Ja, ik heb wel een keuze om niet te gaan, maar dan nog. Dus, en dan is dankbaarheid denk ik de beste shitshifter. Want die, weet je dat je ineens, ik had dan voor het AMC gekozen. Want ik dacht, ze was relatief dichtbij. Kon ik makkelijk zelf doen. Maar dat je ineens 6 weken lang elke dag in zo'n ziekenhuis bent. Waar je elke dag langs, of waar je vaak langs rijdt. En waar je, wat een enorm ziekenhuis is. En dan is er één hoekje radiotherapie. En het zich een heel leven afspeelt. Weet je, waar mensen elke dag werken, waar mensen elke dag komen, net als ik, elke dag bestraald worden. Waar je kinderen voorbij ziet komen met drains en kale kopjes en die ook nog door de bestraling heen moesten. En waar ben je dan dankbaar voor, dat die mensen je helpen? Dat je ineens een inkijkje krijgt in een leven, in levens van anderen. Mm-hmm. En je gaat echt, ik dacht, oké, als ik dan toch bestraald moet worden, dan denk ik, nou, beam me up, Scotty, weet je, dan bestraal me dan maar. Hè. Dan laat me dan maar stralen voor dit. Of dan, dat je het, je kunt het shiften. Je werd kaal ook, denk ik. Nee, want bestraling is niet hetzelfde als chemo. Oh ja, ja. Dus wat heb je misselijk? Nee, ook nee niet? Het is alleen heel, de plek waar ik het had, zo'n laatste stukje van mijn endodarm, heel pijnlijk. Ja. Heel, ach, dat vond ik echt afschuwelijk. Het moment dat het gebeurt of daarna? Na een week of 4. Hebba. Dus de eerste 4 weken dacht ik, oh, nou prima. Gaat allemaal prima. Ja, je wordt moe. En je wordt, maar geluk zat al in het feit dat ik zelfstandig ondernemer ben. Dus ik kan mijn eigen tijd bepalen. Maar was je verzekerd? Ik ben, niet voor... Niet voor arbeidsongeschiktheid, nee. Dus je had even geen inkomsten dan? Of ging je gewoon door? Ik ben doorgegaan, maar ik was bezig met een online programma. En ik had wel van tevoren gezegd, ja, ik weet gewoon niet zo goed wat er boven mijn hoofd hangt. Ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. En ik dacht, nou, ik zie het wel. En dan, dus ik ben daar gewoon mee doorgegaan. Maar na een week of 4 werd het echt heel heftig. En toen kwam ik dus wel op het stukje uit met hulpvragen. Dat vond ik onwijs moeilijk. Ja. Ook, ik denk... Sowieso, weet je, mijn vriendin die was dus uitbehandeld. Die is vlak nadat ik klaar was met mijn behandeling is zij overleden. En ik heb haar eindeloos vaak naar het ziekenhuis gebracht. Eindeloos vaak opgehaald in Amsterdam, naar het AVL gegaan, teruggaan naar Amsterdam, terug naar het huis. Ik heb echt nog nooit één keer gedacht, jezus, moet ik helemaal naar Amsterdam, moet ik helemaal naar het AVL, helemaal weer terug. Nooit. En nu dacht ik, ja, ik ga niet aan iemand vragen of ze helemaal op willen komen halen, helemaal naar het ziekenhuis willen brengen, helemaal weer naar huis te gaan. Maar je moest. Nou, ik heb dat heel lang zelf kunnen doen. Dat vond ik heel lekker. En dat vond ik ook serieus heel lekker. Dus daar had het wel ook mee. Dat niet alleen maar met het hulpvragen. Oh, pas op. Zeg. Het had niet alleen maar te maken met... ik vond het ook, weet je, ik plande het zo om 1 uur. Dacht ik, nou, dan kan ik tot 1:12 werken. Ga ik daarna naar het AMC, doe ik die bestraling. Ben ik om 1:30, 2:00 weer terug. En dan ga ik slapen, hondjes uitlaten, boodschappen doen. Ik moet even de batterij wisselen. Ja. Wil jij vast even nadenken over de vraag hoe dit jou veranderd heeft? Ja. Oké. Okay. Ja. Is het beestje weg? Beestje is weg. Oh ja, en misschien nog even tot slot van dit stukje deze tattoo uitleggen. Wild at Heart. Dit is ook, dit zijn ook notes to self. Weet je, dat je laat je niet inperken. Laat je niet meeslepen door conformiteit. En ik zag hier nog eentje. En dit is Shoot Love. Ja. Shoot Love. Shoot Love. Dit zijn de kinderen en de kleinkinderen. En dit is een reminder als van een quote van Jean-Paul Sartre. Words are loaded pistols. En hij zei dat ongetwijfeld in het Frans. Maar zo heb ik hem. En dat is een hele goeie om op je arm te zetten als je kinderen hebt. Dat je heel goed bewust bent van wat je zegt. Kijk wat professioneel, hè? Echt, hè? Hij heeft spullen. Ja. Wat vroeg ik je alweer? Ja, wat was het ook weer? We hadden het over... Je ziekte en hoe die jou veranderd heeft. Hoe die mij veranderd heeft. Of die jou veranderd heeft. Het heeft me zeker veranderd. Even over je boeken. Ja. Waar gaan die over? Mijn eerste boek, Groots en Meeslepend Leven, een ode aan dagelijkse sleur, gaat vooral over hoe je de dagelijkse dingen die je toch moet doen, zo leuk mogelijk kunt doen, op een creatieve manier kunt doen. Gewoon midden in de mes met je kinderen, met je werk, met je huishouden, met alle dagelijkse dingen.
tweede boek is Less is Luxe. Dat gaat echt over het met minder spullen, minder willen, minder streven, meer leven. En weer een zoektocht voor mezelf ook om terug te gaan naar simpelheid. Want als het over ontsporen gaat, dat je toch elke keer... Ik weet dat ik dit de allerfijnste manier vind om te leven. En dan weet je dat je groots mee wordt gesleept door het eerste boek. En ook door de deadlines en door het steeds maar aan het werk zijn. Ik denk, ah, oh, ik leef het niet meer. En ik dacht ook na het eerste boek, denk als dit het is om schrijver en illustrator te zijn, dan hoef ik het niet. Dacht ik, te veel stress? Nee, dat ik dacht, ja, ik ben iedereen aan het inspireren om groots en meeslepend te leven. En zelf ben ik groots en word ik groots meegesleept door dit. Dacht ik, nee, dat wil ik niet. Nee. En dus daar gaat Less is Luxe over. Als zoektocht terug naar hoe kan ik een droom waarmaken, namelijk schrijver en illustrator zijn. En ondertussen gewoon doen met hoe ik het liefste wil leven. Hoe kan ik het leven? Hoe kan ik het blijven leven? Dus daar gaat nummer 2 over. Is ook een derde? Er is ook een derde. Dat heb ik samen met mijn jongste dochter Jip geschreven. Want die kregen ze inderdaad op haar 17e een dochter. Wauw. Ja. Daar is een filmpje van op YouTube. Die is viral gegaan, ja. Hè? Dat ze het jou ging vertellen. Dat wij hadden een gesprek over dat ze, hoe het was voor mij toen zij mij ging vertellen dat ze, ja. Dat ze zwanger was, ja. Je was heel blij. Ja, dat was natuurlijk je hebt niet gezegd, jeetje, wat heb jij nou weer aan je fiets? Nee, dat is heel gek. Want mijn eerste reactie was, wel cool, zo'n kleintje erbij. Dat was serieus mijn allereerste reactie. Maar die moet je heel snel vangen. Want ik dacht meteen daarna, ja, belachelijk. Hoe kan je dat nou denken? Je kind is 17, doe normaal. Maar dat is wat ik echt dacht. Ik dacht, wel fijn, zo'n kleintje erbij. En je werd oma? Ik werd oma, ja, op mijn 46e. Cool. Heel cool. En we hadden ons huis, wij woonden hiervoor in Meidrecht, dat is een groot familiehuis. En toen dacht ik, daarom konden we het niet verkopen. We hebben dit huis gewoon nog even nodig. En daar kon ze samen, want ze is samen nog steeds met haar vriend Luc, inmiddels haar man, is ze ervoor gegaan. En dat, mijn uitgever zei gelijk, dat is wel een boek. Dachten wij, ja, dat is wel inderdaad een boek. Hoe heet dat boek? Moedige moeders en dappere dochters, de geboorte van een tienermoeder. En leuk. Dat is ons verhaal over waar je mee te maken krijgt als je zo jong moeder wordt met alle oordelen van buitenaf. De dingen waar je doorheen gaat, waar je als ouder heen gaat. Maar het is uiteindelijk een boek over onvoorwaardelijk van je kinderen houden. Want het is natuurlijk heel makkelijk om onvoorwaardelijk van je kinderen te houden. Ze precies doen wat jij denkt dat goed voor ze is. Maar wat ga je doen als je voor zo'n situatie komt te staan? En dat kan in dit geval een tienermoederschap zijn. Maar dat kan ook druk zijn van je kinderen. Of dingen, momenten van je kinderen waarvan je denkt, dat is niet wat ik wil. Had ik niet wat ik in gedachten had. Ja, dus dat is wat het is. Daar kun je ook een shit shifter voor vinden. Ja. Er komt een vierde boek. Ik ga weer een boek maken. Oh echt? Ja. Over de vliegtuiglawaaien in de Ronde Venen. Nee. Ik ga een boek maken nu over opvoeding. Dat is in ieder geval op aanvraag van mijn uitgever. Mm-hmm. Maar dat is wel een beetje in combinatie met ik heb een enorm... ik ben enorm geïnspireerd geraakt door een soort... Ik wil een 5 mm movement beginnen. Wat bedoel je daarmee? En dat komt door een filmpje wat ik zag op YouTube. Van een man die laat een kettingreactie zien van domino steentjes. En hij begint met een domino steentje van 5 mm. En hij heeft het in dat filmpje heeft hij 13 domino stenen. En het gaat ervan uit dat een domino steentje van 5 mm... die kan elke keer een domino steentje van 1,5 keer groter... Als je dat doorberekent, heb je met 13 keer heb je een domino steen omver van een meter en ongeveer 100 kilo. En als je hem doorberekent, heb je 29 stappen de Empire State Building om. En als je hem nog doorberekent, ben je zo bij de maan. En dat begint bij 5 mm. Toen dacht ik, hoe cool is dat? Wij denken allemaal dat het heel groot moet en dat het alleen maar impact heeft als het groot is. En dacht ik, je hebt maar 5 mm nodig. Toen dacht ik, wat is 5 mm? Ik denk, dat is het kopje van een lucifer. Toen dacht ik, wauw, you can't start a fire without a spark. Als een kopje van een lucifer 5 mm is, dan is dat het enige wat ik hoef te doen. Oh, en wat wil je daar dan uiteindelijk mee bereiken? Dat ik wil laten zien dat je, als iedereen zijn eigen 5 mm doet, weet je, als iedereen zijn eigen tuintje doet, als iedereen zijn eigen straatje veegt, als iedereen zijn eigen kinderen opvoedt tot mensen die goed in de omgeving staan enzovoort. Dan is dat al meer dan genoeg? Ja. Dan ben je er al. Weet je, je hoeft niet de oceaan over, je hoeft alleen maar de straat over. Maar dan hebben wij wel zoiets als ego. Vooral wij mannen willen natuurlijk onze naam groot op een billboard zien. Hè? Precies. Dat is precies. Wij willen gelijk de Empire State Building. Ja.
En daar willen we ook het liefst op. We willen gewoon eigenlijk op Times Square. Trump Tower. Nou, doe dan de Loo Tower. Of zo. Ja. Lee Towers. Loo Tower. Maar toch. Nee, maar dat is inderdaad. Maar dat is dus. En maar we denken ook heel vaak. Maar wat heeft dat nou voor zin? Maar het heeft echt zin. Het heeft echt zin om dat te doen. En ik heb bij de School of Life de Changemakers gedaan. Een driedaagse training met Remco van Broekhoven. En we hadden het over dat als je... Weet je, we denken heel vaak, ja, wat heeft dat nou voor zin? Maar dat het, als het één persoon is die dat inderdaad doet, dan heeft het ook geen zin. Al doe je, ben je zo, zo bak als je maar kunt zijn, maakt totaal niet uit. Al ben je de meest grote saint op aarde, maakt niks uit. Maar als iedereen het doet, maakt het een enorm verschil. Dit is in audio ook voor de podcastserie Leven zonder stress. Oh ja, er was iets. Er was iets, hè? Daar had ik je voor uitgenodigd. En we zitten hier lekker relaxed. Heb jij veel stress in je leven en zo ja, wanneer, Loo? Ik kan wel stress voelen. En dat is precies op het moment dat ik dat voel. Want dat is precies waarom ik in vrijheid wil leven. Want als ik ben ondernemer, ik ben schrijver, ik ben illustrator. Ik mag mijn eigen tijd indelen. Maar als ik de vrijheid daarvan niet kan voelen. Of ik kan de vrijheid daarvan niet nemen. Omdat als ik het doe, dat ik me dan schuldig voel dat ik eigenlijk aan het werk moet. Omdat dat 24 uur per dag kan. Dus ik ben me daar heel bewust van. Maar ik kan wel die onrust, en ik vind het dan stress, kan ik wel voelen. En daar... Je hebt daar iets moois over gezegd in een interview met Nienke van der Lek. Daar zeg je van, ga er maar gewoon eens even mee zitten. Telefoon uit, geen afleiding. Voel je maar eens onrustig. Ja. Doe je dat vaak? Enorm onrustig. Ja, en ik heb nu een echte social suicide gepleegd. Ik heb heel lang dat ik elke dag... Eigenlijk wil ik niet meer op social media. Geen Facebook meer? Geen Facebook meer, geen Instagram meer. LinkedIn zit je ook niet? Nee, niks. En wat levert dat op? Rust. Vrijheid. Zo'n vrijheid. Ja? Ja, maar serieus. En ik heb zo lang gedacht. Ik dacht, ja, maar hoe kan ik nou een business runnen zonder social media? En elke keer dacht ik, ja, maar eigenlijk. En het is zo'n ja, maar eigenlijk zinnetje is zo'n goede fire starter. Want elke keer als ik denk, ja, maar eigenlijk, dan weet ik dat daar echt een verlangen ligt. Ja? En als ik dan denk, ja, maar dat is hetzelfde als dat ik bij Jip dacht, oh, wel fijn, zo'n kleintje dat dan gelijk zo'n je gedachten eroverheen gaan. Is met dit ook, ja, maar eigenlijk zou ik het af willen. Ja, maar dat kan echt niet, hoe moet je dan je business runnen enzovoort. En nu dacht ik, ik werd getriggerd op mijn eigen integriteit door dat hele Facebook schandaal met het doorverkopen van alle van je persoonsgegevens enzovoort. En nu moest je natuurlijk al die, je moest steeds goedkeuren, je moest een nieuwe voorwaarden accepteren enzovoort. En ik kon me er zo niet in vinden en ik dacht, oh, ik ben gewoon geneigd om op akkoord te klikken. Omdat ik denk, ja, maar ik kan niet zonder. Dacht ik, hoe afhankelijk is dat? Mm-hmm. Dacht ik, nee. Nou is het klaar, Loo. Integriteit, je kan niet Facebook betichten van niet integer zijn en ondertussen wel op akkoord klikken omdat ik het nodig heb. Toen dacht ik, dit is het moment voor social suicide. Welke apps gebruik je dan nu wel nog? Routeplanner? Ik heb nog wel Google Maps. Ik heb nu nog steeds WhatsApp. En die was ik eigenlijk van plan om ook daar ook te doen. Want die hoort ook bij Facebook. Instagram hoort bij Facebook. WhatsApp hoort bij Facebook. Maar wat ben je zo bang voor dan? Nee, het is niet een kwestie van bang zijn. Maar dit is precies de reden waarom ik vegan eet. Ik wil er gewoon niet aan meedoen. Ik heb echt niet het idee dat ik de wereld kan redden. Hey Boefie. Wil je een batterijtje? Het zou niet zo goed. Ja, Duracell gewoon een beetje. Ja. Hey, maar wacht even, vegan. Ja, dus? Omdat ik denk, ik wil gewoon niet aan meedoen. Ik wil gewoon niet meedoen aan... Ik dacht, als zij... ik kan wel zeggen, oké, dan doe ik Facebook niet. Mijn Instagram hoort erbij, WhatsApp hoort er ook bij. Dan denk ik, dan ben ik ook niet in tegen. Mm. Dan moet ik uit angst, omdat ik denk, ja, hoe moet het anders? Doe ik dan niet mee. Dus het zijn die dingen... Dan denk ik, ja, sommige dingen moet je gewoon... Ja, dat is dan heel jammer voor jezelf. Maar ja, dan is even slikken. Ik denk, maar ja, anders is het ook niks waard. Dus als het jammer geen moeite kost, dan is het ook niet zoveel waard. Maar WhatsApp heb ik nog steeds, moet ik voor 9 juni moet ik daar een keuze voor maken. Want? Wat is er dan? Dan moet je ook je voorwaarden accepteren. Oh ja. Dan moet jij gewoon overal accepteren. Ja, nee, tuurlijk. Tuurlijk. Alles wat gratis is, dat doe ik aan mee. Ja, maar hoe gratis is dat? Het kost je zo... Ja, en het, weet ik je... vind het zo leuk allemaal. Ja. Maar ik ben met je eens. Ik doe met mijn vriendin wel eens een dagje social break. En dan leggen we hem in een la en dan mogen we pas 's avonds om 12 uur weer kijken. Nou, dat is wel heel fijn. Dat is wel heel fijn. Maar weet je hoe sterk je daarvoor in je schoenen moet staan eigenlijk? En dacht ik, waarom zou ik mezelf de hele tijd in stevige schoenen hijsen als ik op blote voeten wil leven? Nee, ik snap het. Dus het is zo ongelooflijk fijn. En wat het leuke is, daar is dus ineens die podcast uit ontstaan. Want ik had helemaal niet de behoefte om een podcast te maken. Ik denk, ik zoek een andere manier.
die want ik heb wel behoefte aan output. Ja, dus ik werk op de 4-4-4 manier voor mezelf. Ik moet mezelf altijd als vrij ondernemer altijd wel een soort structuur bieden. Wat is dat, 4-4-4? Dat ik 4 uur per dag werk aan mijn boeken of aan mijn business. Of in mijn boeken en in mijn business. 4 uur per dag, dus 4 uur per dag output. 4 uur per dag input. Dus lezen, exposities, op een artist date gaan, naar een museum, naar een concert, naar een markt. Kan van alles zijn, bibliotheek, boekenwinkel. En 4 uur per dag no-put. Dus een no-put is zwerven met de honden, mediteren, schrijven. Om de input en de output een soort samen te laten vallen ergens. Ben je dan niet heel streng voor jezelf? Nee, ik ben in die zin streng voor mezelf. Anders ben ik alleen maar aan het werk. Omdat je een eenmanszaak hebt. Ja. Omdat het altijd wel wat te doen is. Ja. En als ik niet die 4 uur input veilig stel, als ik niet mezelf de ruimte geef om overdag op klaarlichte dag een boek te lezen, op klaarlichte dag naar een tentoonstelling te gaan, op klaarlichte dag dingen te doen. Ik vind het heel makkelijk om te werken als andere mensen niet werken, maar ik vind het nog verdraaid lastig om te werken als andere mensen, of niet te werken als andere mensen wel werken. Ja. Dus door dat op die manier te doen, stel ik het voor mezelf veilig en heb ik, want dat die input, output en die no-put, dat bij elkaar, ja, dat is joy. Ja. Ik denk, oh, ik heb het allemaal. Heerlijk. Nou, ik hoor nou een of ander vaag geruchtje. Je bent er zelfs over aan denken om zelfs te stoppen met je business? Nee, ik wil niet stoppen met mijn business. Maar het was wel elke keer door al die overwhelm van de hele tijd maar online zijn overal. Dat ik dacht elke keer, 1 keer per maand ga ik helemaal offline. Dan ben ik helemaal nergens. Dan ga ik gewoon mijmeren, schrijven, alleen maar dingen doen. Die geef ik mezelf. Ik geef mezelf 1 keer per maand vakantie. Hmm. En maar dan komt er ook niks binnen. Nee, mijn keuzes moet je maken, tenslotte. Dus ik denk, ja, maar hoeveel is je vrijheid waard? Dit is echt een serieuze vraag die ik mezelf elke keer stel. Hoeveel is mijn vrijheid waard? Wat heb ik aan een leven als ik dingen doe die me weliswaar geld opleveren, maar waardoor ik niet kan doen wat ik het liefst wil doen. En het is, dan heb ik weer energie om de dingen te doen, dan ben ik weer opgeladen. Ja. Dat zijn mijn eigen, gewoon mezelf aan de oplader leggen. Maar waar ga je mee stoppen dan? Nu ben ik natuurlijk gestopt met social media. En dat was eigenlijk stap 1. En nu denk ik dat ik ook mijn... wanneer gaan we dit uitzenden? Ik wil het nog niet bekendmaken. Nee, nou, het is meer een dat ik denk, oh ja, nee, maar de volgende stap zit er ook aan te komen. Je voelt het, maar hoe voel je dat dan? Je hoeft niet precies te zeggen wat het is, maar hoe voel je nou... Je voelt de onrust, je voelt angst, je voelt altijd angst. Angst is altijd wel eentje... Ja, slechte raadgever. Het is een slechte raadgever, dus daar moet je goed naar kijken. Maar de angst zit op, ja, maar hoe moet het dan? Dit is ook zo, ja, maar eigenlijk wil ik... Puntje. Meer vrijheid. Daar komt het altijd op neer. Het komt altijd meer op vrijheid. Ja. Het komt altijd meer op vrijheid. Want ik kan dus heel goed van alles iets maken. Dus ik kan ook overal joy in vinden. Ik kan overal mijn plezier in vinden. En dat is ook soms nadelig. Omdat je dan soms moeilijk komt komen bij... maar het is toch leuk en het is toch fijn en het is toch dit. Maar als ik dan toch dat heb, maar eigenlijk, denk ik, ik wil gewoon gehoor geven aan maar eigenlijk. Ja. En jij durft dat ook, want je hebt het al, word je daar ook beter in naarmate je dat vaker gedaan hebt? Ja, maar als ik ooit bij Oprah terechtkom. Ja, is dat je doel? Maar zij stelt natuurlijk altijd de famous vraag. What took you the longest to learn? Ja. Dan is dit er één van. Hoe lang ik al niet van social media af wil en elke keer denk, kan ik wel. Dus zo zit ik nu ook weer met keuzes te maken voor mijn business. Dat ik denk, maar hoe dan? En hoe moet het dan met de members? En hoe moet ik dat dan aanpakken? Dus dat zijn dingen waar ik natuurlijk wel over nadenk. En waardoor je toch... Maar dan denk ik, maar ik kan het niet voor een ander doen. Uiteindelijk gaat het om jezelf. Uiteindelijk gaat het om je eigen leven. Ik wil gewoon met mijn... Als ik wil, dit is waar ik over schrijf, dit is wat ik mijn members leer. Dan moet je dat doen, Ja, ik denk het gaat over dat gevoel volgen van, maar eigenlijk gevoel volgen. Ja, je moet toch... En dan kan ik niet mezelf denken, dat gaat niet op voor mij, want ik kan dat niet doen, want ik heb verantwoordelijkheid voor mijn business. Nee. Je gaat het goede voorbeeld geven, ik voel het al. Ja, ik kan alleen maar mijn eigen voorbeeld geven natuurlijk. Kijk, daar lopen we. Kijk, daar lopen we. Oké. Kijk, hoi. Hi. Zijn er nog tatoeages die we niet behandeld hebben? Of zitten die op plekken die niet geschikt zijn voor YouTube? Nog eentje, die kan je niet zo makkelijk zien. Die zit hier achter. Op je rug? Op mijn rug. Oké. Okay. Ja. Hey, als ik jou goed begrijp, zo net even tussen de opnames door. Ja.
maak jij plaats voor dingen waarvan je nog niet weet wat ze zijn. Ja, en dat is ook waarom het zo eng is. Omdat je niet weet... Je weet niet wat er komen gaat. Je weet wel wat je opgeeft. En dat is, maar als het echt aan je trekt, als ik echt denk, ja, maar eigenlijk, dan moet ik gewoon gehoor geven. Maar wat trekt er dan nu zo aan je? Vrijheid. Zelfs dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat ik... Dit is de call to adventure. Als je het hebt over de hero's journey, dan is dit de call to adventure. En dan is altijd stap 1 de weigering van het avontuur. En daar zit ik nu steeds in. En ik denk, ja, omdat ik niet weet, ja, maar hoe dan? En ja, maar wat dan? En hoe moet dat dan? En hoe moet ik dan mijn geld verdienen? En hoe moet ik dan... Daar moet je niet naar luisteren. Nee, je moet het wel eventjes... Tuurlijk, je moet ook niet roepzichtloos ergens instorten misschien. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als het zo trekt... Mm-hmm. Dan moet je gehoor geven. En nu bijvoorbeeld door het stoppen van social media, waarvan ik dacht, ja, maar hoe moet ik dan laten zien dat ik een business heb? Hoe moet ik dan... maar vooral, en daarom had ik het even over de input en output en no-put. Die output, ik heb behoefte aan output. Als ik alleen maar input zou hebben, en dan zou ik imploderen of exploderen van inspiratie of van dingen die ik wil creëren. Als ik alleen maar no-put zou hebben, dan zou ik bored zijn. En... output is een hele fijne manier om je input weer om te zetten tot iets wat je zelf kunt creëren. En zijn dit termen die je zelf zeg maar bedacht hebt? Ja. Of komt dit uit een bepaald programma wat je gevolgd hebt? Nee, dit is wat ik hou. Ik ben een schrijver. Ik ben eigenlijk gewoon een schrijver en illustrator. Weet je, eigenlijk ben ik gewoon een creator. Mm-hmm. Dus woorden zijn voor mij van enorm belang. Dus ik geef overal woorden aan. Ik geef overal, want daardoor... Ik kies ook krachtige woorden. Ja, want daar ga ik van aan. Daar denk ik, want die snap ik. En denk ik, dan kan ik makkelijker erin blijven. En als ik de output zou missen, dan kan ik het niet kwijt. Dus als ik nu dacht ik opeens, ik kan net als dat ik in het ziekenhuis dacht, ik kan het wel eventjes in een videootje maken. Dacht ik nu, maar ik kan wel even een audio maken. Want als ik de behoefte... Ik ben niet de enige die behoefte heeft om van niet de hele tijd achter je telefoon te zitten. Niet de hele tijd achter je computer te zitten. Dus dacht ik, maar ik kan wel audio maken. Dan kan ik gewoon mee in je broekzak. Ja. En dan, dus werd het ineens een podcast. Waardoor ik dacht, dan kan ik wel gewoon delen wat eruit moet. Zonder dat ik daar echt over na hoef te denken met schrijven. Of dat ik het hoef te illustreren wat ik voorheen in video deed. En vertel je het nou ook steeds keer op keer tegen jezelf? Nee, dat hoeft op een gegeven moment niet meer. Nee? Nee. Want dat had ik vroeger. Mijn beste adviezen gaf ik natuurlijk altijd weg. Want dan dacht ik van ja, heb ik het niet de hele tijd toch ook een beetje tegen mezelf. Oh zo, als reminder, dat is wat ik bedoel. Zeker. Ja, zeker. Ja, maar dat is echt, we teach what we most need to learn, is natuurlijk echt waar. Ik moet mijn eigen boeken lezen om te denken, zo wilde ik leven. Zo zat het alweer. Ja, dus het zijn voor jou allemaal reminders voor jou het ideaal is. En je vergeet het ook gewoon de hele tijd. Maar hoe komt dat we dat steeds vergeten dan? Geen idee. Ik denk dat ons bewustzijn is zoveel kleiner dan ons onderbewustzijn. En ik denk dat in dat onderbewustzijn wordt het gewoon weer een soort van opgenomen. Aan de andere kant kan je daardoor ook steeds opnieuw dingen leren. Is ook fijn. Ja. Ik denk, ga ik het weer leren. Maar nee, absoluut. Ik moet het wel... En daarom is het ook zo fijn om erover te schrijven. Daarom is het ook zo fijn om er programma's over te maken. Want dan word je er gewoon dezelfde hele tijd aan herinnerd hoe je wil leven. Dus het is ook bedoeld om jezelf bij de les te houden. Als je één boek zou mogen adviseren, behalve één van je drie eigen boeken, of misschien dadelijk vier, welk boek zou iedereen moeten lezen? Bijbel? Nee. De Koran? Dat was een van de dingen, dat vond ik trouwens heel leuk, was een van de reacties op mijn eerste boek van iemand die 80 was. Die had gezegd, dit is beter dan de Bijbel. Oh, hoe cool is dat? Dat is cool, ja. Maar de Bijbel, nee. Je vertelt, je hebt boeken allemaal staan en die hoef je maar te pakken en dan weet je weer hoe het zit. Ja. Iets over motorrijden had je het over. Ja, precies. Dat zijn mijn inspiratieboeken, die pak ik er zeker bij. Want het gaat uiteindelijk om een soort gevoel, een gevoel van vrijheid. Als vrijheid mijn hoogste waarde is, dan kan ik dat heel makkelijk oproepen door even door die boeken te bladeren. Door mijn boeken over roadtrips erbij te pakken. Dat zijn al die boeken die me inspireren, gaan allemaal over vrijheid. En ik hoef er maar doorheen te bladeren, denk ik, ik zit goed. En dan is het gevoel er weer, een soort reminder. Het gevoel kan je gewoon, het is gewoon een keuze die je maakt. Ja. En je moet eventjes, je kan maar één ding tegelijkertijd denken. Ofwel ik zit niet in vrijheid, ofwel ik zit wel in vrijheid. En het is maar één shift.
Het is echt maar één, je bent er meteen, je bent maar één gedachte er vandaan. Maar door beeld, ik ben echt een beelddenker, dus door even fijne foto's te kijken, even door fijne boeken te bladeren, door, denk ik, oh man, hoe fijn is dat? En dan ben ik er. Ja. Ja, maar dat is niet echt om te lezen. Nee, maar toch, goede reminder. Ja. Als mensen met je in contact willen komen, Lou, wat is de makkelijkste manier? Nu zou ik zeggen mijn website, denk ik. Die er nog steeds is, hè? Mijn website is er nog, ja. Ik heb wel mijn eigen little corner on the world wide web. Louniestad.com, daar kan je sowieso via het contactformulier kan je erin. En ik zit dus nu als podcast op iTunes en op al die andere podcast provider dingen. Geen idee hoe die heten. De podcast heet? Louniestad, The Wilder Free Society. Ja, en die is gratis en die blijft ook gratis. Ja, hoe fijn is dat, hè? Ja, heerlijk. Ja. En dat je daar gewoon, wat ik heel lekker vind, je kunt je gewoon abonneren. Je krijgt gewoon een berichtje als er een nieuwe op staat. Hoe fijn het. Ik hoef geen mailtjes te sturen. Ik hoef lekker niet te vrij. Ja. Hier ben ik. Oké, Lou. Dankjewel voor deze inspirerende wandeling. Dankjewel. Superleuk. En dankjewel voor de invitatie. Namaste wou je doen. Namaste. Die wilde ik niet doen, maar die kan ik bij deze. Ja. Past mooi. Ja. En dankjewel voor het kijken naar dit. Want dat vind ik ook altijd heel leuk. Dat mensen dit doen. Gewoon lekker gaan kijken. En luisteren. Heel leuk. Doei. Doei. Hier, lege batterijen. Even zo nonchalant op de bank hangend, bank hangen. Je geen dorst, Lou? Nee, het valt mee. Maar even zo goed, wel lekker. Oh, de Last Famous Words. Je ging nog een nieuwe tatoeage laten zetten, zei je. Ja. Ja. Welke? Mm. En waar? Want heb je nog plek? Hier is oh, nog plek zat. Maar ik hou er wel van dat ik ze kan zien, want het zijn natuurlijk een soort van reminders. Maar ik ga er nog eentje zetten met mijn man, Pascal, en onze oudste dochter Keesje. De secretarisvogel van Misschien wisten ze alles, van Toontelligen. Dat is ons favoriete verhaal. Wordt nog steeds voorgelezen als we thuis zijn na het eten. En wij gaan alle drie de secretarisvogel zetten als teken van creativiteit, blijheid. Dat je nooit te oud bent om voorgelezen te worden. En dat de dieren alles weten. En die komt dan daar? Nee, ik moet nog een goede plek bedenken, ja. En ik zou wel een buizerd willen. Of een golden eagle. Ook nog, ja. Dit is echt mijn soul sign. Ik zag net al, toen we hier terugliepen, kwam er ook net een buizerd zo. En elke keer als ik een buizerd zie, is het echt een soul sign. Het is een teken. Waar zit hij?